It's bang out the machete, boom in her face, and grip her up by the neck. She kicks what she likes. She's not allowed to like things. Her opinions are invalid. En als mensen zich daarmee gaan verbinden en denken van hé, hij is mijn voorbeeld, hij heeft gelijk. En die gaan hun vriendin of moeder of weet ik veel wie ook zo zien, ja, is fout de boel. Stel, die vrouw zich een beetje omkleedt als een, hoe zeg ik dat netjes, iets naakter dan een vrouw. Aan de ene kant is het haar schuld, aan de andere kant is het ook de man klaar voor kracht. In een relatie is een vrouw eigendom van de man. Ja, medicijnen nemen tegen een depressie hoeft niet. Je moet vooral zelf harder werken om gelukkig te worden. En een vrouw slaan, er zijn momenten dat dat mag. Door deze uitspraken werd Andrew Tate, voormalig bokser, influencer en coach, deze maand binnen één klap wereldnieuws. En die uitspraken die worden nog steeds miljoenen keren gedeeld en bekeken. En dus tijd voor ons om te onderzoeken hoe deze zelfverklaarde top G ook hier in één keer heel groot werd. En wat zijn volgers eigenlijk vinden van die soms best vrouwonvriendelijke uitspraken. Hallo, Top G. Doet het jullie ergens aan denken? Ja, Andrew Tate gelijk. Over Andrew Tate. Andrew Tate is toch die gestoorde dude? What color is your Bugatti? Beetje een supergroot ego en dat is het. En waarom denk je dat? Ik denk wat hij doet. Met z'n over vrouwen, hoe die erover praten, zo ja, sorry. Ik zie wel dat bepaalde mannen in mijn omgeving dat het wel helemaal geweldig vinden. Ik vind dat hij niet altijd gelijk heeft, maar ik vind soms wel dat hij hele wijze quotes heeft voor motivatie. Ja. Maar eerst even, wie is Tate eigenlijk? Andrew Tate. Ja, ik was op TikTok. Ik zag een paar keer een kale man voorbij komen. Quotes, dus work hard, play hard. Video's met zijn auto's van zijn huis. En toen bij het derde, vierde, vijfde filmpje dacht ik, hey, wie is dit? Dat is dus deze man. You're all losers. We've discussed this before. Who doesn't want to know the kickboxing world champion walks into a club with 20 big booty cuties? Everyone wants to know me. Geboren in Amerika, maar hij groeide op in Engeland. En daar begon hij als kickboxer, Cobra Tate. Niet geheel onsuccesvol, hij won 4 keer het wereldkampioenschap. Hij werd pas echt bekend bij het grote publiek toen hij meedeed aan een grote reality show in 2016. Maar daar werd hij al binnen een paar dagen uitgekikt omdat er beelden opdoken waarin te zien is dat hij een vrouw slaat met een riem. You knew I was gonna beat the f*** at you. If you behaved, I wouldn't have to hit you, would I? Je snapt het? Ophef. Tate zegt zelf dat er wederzijdse toestemming was en later dook er ook een video op van de vrouw zelf waarin ze dat bevestigt. Dan naar de tijd van de hashtag MeToo, want ook daar heeft Tate wat over te zeggen. Hij vindt namelijk dat vrouwen ook verantwoordelijkheid moeten nemen op het moment dat ze zijn verkracht. Opnieuw, ophef. This guy is so toxic. Maar ook veel publiciteit voor Tate. Hij wordt uitgenodigd voor allerlei podcasts en streams en daardoor zie je hem op steeds meer plekken, vaker en vaker. I don't believe in depression. Don't message me about depression because I don't believe in it. Tell us what your message is to young men. Yeah, so I think that being a man is very, very difficult. Ondertussen is Tate bezig met meerdere bedrijven en hij zegt dat hij daardoor multimiljonair is geworden. Wat er allemaal in resulteert dat jij hem steeds vaker voorbij ziet komen op TikTok. Bijvoorbeeld met dit soort uitspraken over geld en Bugattis. I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it. And I said, well, what color is your Bugatti? Oh, fuck off then. Sommige mensen vinden hem geweldig. Ja, zijn mimiek, zijn manier van praten, hoe die daar staat. Hij zei dingen die sommige mensen niet zeggen, maar wel denken. Het lijkt net alsof die tegen jou praat, echt. Ja, dat sprak mij heel erg aan. Dus ik werd heel erg geïnteresseerd. Ik denk, hey, wie is dat? Andere mensen schrikken van zijn uitspraken over bijvoorbeeld vrouwen. Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sex. Ah, you cheated, you cheated. It's bang out the machete, boom in her face, and grip her up by the neck. Shut up, bitch! De politie onderzoekt nu aanklachten tegen hem voor mensenhandel en verkrachting. Maar Tate zit in Roemenië en hij ontkent alles. I was massively a victim of my own success. And the only person who's gonna suffer is me. And because I have an iron mind and I wasn't emotionally affected by this and I understood the nature of the internet. Kortom, Tate brak het internet. Inmiddels is Tate zelf van bijna alle socials verdwenen. Meerdere platforms hebben zijn account verbannen. Maar dat betekent niet dat hij van het internet is verdwenen.
Nou, klopt, we kregen honderden van dit soort reacties op onze eigen kanalen. Van jongeren die zeggen dat ze de social ban van Tate oneerlijk vinden en dat ze hem steunen. Nou, daar wilden we natuurlijk meer over weten en dus deden we twee dingen. We stuurden de jongeren die reageerden een DM en we gooiden er een vragenlijst uit. Meer dan 4000 jongeren vulden die vragenlijst in. En het grootste deel is het helemaal niet eens met zijn uitspraken. Maar een kwart van de jongeren die hem invulde, zegt dat ze het wel gedeeltelijk of helemaal met de uitspraken eens zijn. Vooral omdat hij een inspiratiebron is als het gaat om motivatie en geld. Ik denk heel kort en makkelijk gezegd is geld succes, macht. Dat vinden mensen leuk, denk ik. En iedereen wil succesvol worden, iedereen wil veel geld verdienen. Niet iedereen, maar de meeste. Ik denk dat mensen dat heel interessant vinden aan hem, dat het hem gelukt is. En dat hij daar ook over praat. Wij wilden weten wat jongeren die het vaak eens zijn met Tate vinden over uitspraken die veel worden losgeknipt en rondgaan. Zoals die over vrouwen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld met deze stelling, dat vrouwen luier zijn dan mannen als het gaat om werken, is de helft van de jongeren in onze vragenlijst het eens. Zo, shout-out naar mijn moeder, omdat zij werkt ook gewoon. Ze werkt avonddiensten, dit dat, ochtenddiensten en zo. Ze komt altijd naar huis, ze maakt altijd eten voor ons, ze zet altijd klaar, daarna gaat ze weer naar werk toe. Als een man met een vrouw samen is, is de vrouw eigendom van de man. We zijn geen object, ik ben geen object. So let's get that straight for one. Als je jezelf in een positie brengt waarin je verkracht kan worden, is het je eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat je jezelf nooit in een positie, sowieso niet bewust in een positie zet waarin je verkracht kan worden. Sowieso, je moet gewoon een ja krijgen voordat je met iemand seks kan hebben. En even over dit bord wat je net voorbij zag komen. De meeste jongeren in onze vragenlijst zijn het oneens met Tate's uitspraken over geweld of verkrachting. Toch zijn 300 jongeren het eens met deze stelling over verkrachting. En vinden 150 jongeren dat je een vrouw mag slaan als ze jou beschuldigt van vreemdgaan. Ja, onze vragenlijst was natuurlijk anoniem en we konden niet iedereen nabellen. Dus hoeveel Andrew Tate supporters dit ook echt vinden, dat weten we niet zeker. Maar we konden wel iemand, onherkenbaar in beeld, hierover spreken. Sommige jongeren in Nederland, en ik denk over de hele wereld, hebben een vaderfiguur nodig, zoals hem. Voor mij, hij is een inspirator die van 0 naar 100 is gegaan. Hij heeft me geïnspireerd om meer aan mezelf en mijn eigen kennis te gaan werken. De succes die hij heeft, wil ik ook heel graag. Alexander volgt Tate nu zo'n 6 maanden en omschrijft dat Tate zowat op zijn For You-page leeft. Hij vindt dat Tate jongens en mannen vooral leert om hun kracht weer te vinden. Alle mannen zijn heel zwak geworden. Een man zou hard moeten zijn, sterk moeten zijn en zorgen voor zijn gezin. Vroeger moest je naar het leger, zo werd je gedisciplineerd. Nu hoeft dat niet meer. En daardoor werden mannen heel zacht, heel kwetsbaar. Als we het hebben over mannelijkheid, als je dan kijkt naar wat de wereld van ons vindt, is dat mannen heel stoer zijn, ze kunnen vechten en ze zijn sterk. Daar dragen wij in zekere zin allemaal aan bij en dat doen we vaak niet bewust. Hoe gaan we daarmee om als een jongetje valt en hij huilt? Dan zeggen we, nou je bent toch een grote jongen, je gaat toch niet huilen? Over dit soort onderwerpen geeft Angad lessen aan jongeren en Andrew Tate is geen onbekende voor hem. Voordat de les begint heb je vaak al jongeren die nog net even die 5 minuutjes willen pakken om op hun telefoon te zitten. En dan is er weer zo'n spraakmakende video van Andrew Tate. En dan komt het gesprek alweer om gang. Dus hij heeft zeker wel echt invloed ook op de lessen die ik geef. Even terug naar die spraakmakende uitspraken. Hoe kijkt Alexander bijvoorbeeld naar een uitspraak van Tate over verkrachting? Stel die vrouw zich een beetje omkleedt als een... Hoe zeg ik dat netjes? Iets naakter dan normaal. Aan de ene kant is het haar schuld, aan de andere kant is het ook de man die haar verkracht. Maar verkrachting is sowieso niet goed. If I have responsibility over her, then I must have a degree of authority. For the same reason, if I have responsibility over, and everyone's going to lose their mind, it's an example, it's only an analogy. If I have responsibility over a child, I have to have some authority. You cannot be responsible for something that doesn't listen to you. You can't be responsible for a dog if it doesn't obey you. Een relatie is altijd 50-50. Als zij wil werken, mag ze werken. Ze mag doen wat ze wil, alleen ik moet wel eerst weten wat ze gaat doen voordat ze het gaat doen. Of ik het goed keur of niet. Mag zij dat dan ook bij jou doen? Ja. Dus zij zou ook tegen jou kunnen zeggen, ik wil niet dat jij daar gaat werken. Het ligt eraan, ja oké. Okay. Stel het is goed voor het gezin, dan zou ik daar eerst over na moeten denken.
Zoals Andrew Tate het bijvoorbeeld aanvliegt in zijn video's, is dat hij altijd zegt van, hè, ik heb ook armoede gekend en ook ik ben wel eens in elkaar geslagen, maar je moet door. Je moet doorgaan. Als mannen moeten we doorgaan en je kan erover huilen, maar dat verandert de situatie niet. De struggles waar je in zit, die moet je voor hem eigenlijk wegwuiven en je moet doorgaan in plaats van dat je ze moet accepteren. Oké, we weten dus nu waarom de boodschap van Tate zo aantrekkelijk is voor sommige jongeren hier. Maar die boodschap is niet de enige reden waarom je hem zoveel op socials voorbij ziet komen. Heeft allemaal te maken met het bedrijf van Tate, Hustlers University. Hustlers University is the greatest thing that exists on the face of the planet for people who are trying to escape the Dat is een online community waar Tate door middel van cursussen leert aan mensen hoe ze rijk en succesvol kunnen worden. Moet je wel even $50 voor betalen. Je komt in een groep, in een Discord server heet dat. En daar kwam ik in een groep met allemaal mensen die wat van hun leven wilden maken. En omdat er zoveel mensen in die groep zitten, heeft iemand altijd wel een antwoord op een vraag die jij hebt. Plus Andrew Tate die postte er soms filmpjes in met tips. Of hij reageerde op een vraag die in de groep werd gesteld, et cetera, et cetera. Dus tikten we die $50 af en doken we in de wereld van de Hustlers University. Want dat wilden we natuurlijk graag met eigen ogen zien. Nou, we zijn erin. Het is gelukt. Nou, eens even zien of jij je top G kan worden. Welcome to New Era Learning. Eens kijken. And not stop. You cannot give up. You're in the most fantastic place on the planet for making money, Hustlers University. The only person who can ruin that is you. Most of you are happy to be losers part-time. You want to escape. That's why you joined. You don't want to be a loser anymore. Hand-picked by the top G, top striker, Emory Andrew Tate III. You are finally in the right place at the right time. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. We gaan twee dingen leren. Hoe we gaan, hoe we gaan denken als een G. Ja. Twee, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we financiële vrijheid krijgen. Nou, dat is op zich leuk. Ja, ik wil best wel financiële vrijheid. Ik zou het niet erg om vinden om een miljonair te worden. Without a G-mindset, you will not succeed. Succeed like a G, or you're gonna be a little pussy. And you're gonna quit at 310, because it's hard. What kind of man are you? En daar zagen we veel van dit soort content voorbij komen die jij waarschijnlijk ook op TikTok ziet. En dat heeft met het volgende te maken. Want de university ziet er nu iets anders uit dan eerst. Tot een paar weken geleden kon je namelijk ook snel geld verdienen in plaats van alleen maar cursussen volgen. Een idee van Andrew Tate was ook van, hey, promote mij, zet filmpjes van mij op sociale media. Zet dan een link in je bio erbij, dat ze de cursus bij mij kunnen kopen. Dan krijg jij de helft van wat diegene betaalt. Ja, en hoeveel was dat dan? $50 kost het, dus jij krijgt $25 van Andrew Tate als jij iemand aansluit bij hem. Dat was denk ik de grootste inkomstenstroom van iedereen die erin zat uiteindelijk. Want het kan ook heel snel gaan. Stel je voor $25 en je zet een filmpje op TikTok, 200.000 mensen zien dat, 1% sluit zich aan. Heb jij dat wel eens gedaan? Ik nooit, nee. Dat was niet mijn doel om daar rijk mee te worden met zo'n cursus. Deze manier van marketing is niet nieuw, maar volgens de experts die wij spraken wel een beetje shady. De mensen die de cursussen aanbieden zijn namelijk niet objectief. Ze halen je vooral binnen omdat ze geld willen verdienen. Op die manier cashen bij de Hustlers University kan trouwens nu niet meer. Nadat Tate van alle social media werd geband, haalde hij de functie offline. Maar het was wel een manier van hem om binnen korte tijd mega populair te worden. Ik ken hem van TikTok. Ik dacht dat ik hem volgde, maar dat waren dus allemaal accounts van andere mensen. Want hij heeft geen TikTok, zegt hij. Dus alle video's die je daarop ziet, zijn mensen die het voor hem promoten, ook om zelf geld te verdienen. En dan het liefst de extreemste, want daar komen toch de meeste views en reacties op. Dat heeft hem heel groot gemaakt, want je kon er niet meer omheen. Ik denk dat hij een heel plan had, al zijn filmpjes, hoe hij dingen zegt. Het is gewoon een psychologisch spelletje, denk ik. En dat is hem gelukt. En daarom zie jij waarschijnlijk de hele tijd Andrew Tate voorbij komen op TikTok. In augustus stonden er 3 miljoen video's over hem online. En die waren samen, alleen al in die maand, goed voor meer dan 1 miljard views. Oké, populaire man dus, maar er haakten uiteindelijk ook veel mensen af. Zoals Wisse bijvoorbeeld. Ook vooral omdat ik het op hem op het begin zo zag van, hé, dat is een slimme gast, die weet wat hij doet, kan goed praten en heeft zijn dingen voor elkaar. En dat hij dan zo minderwaardig praat over vrouwen. En dat hij de baas is en dat de vrouw maar moet luisteren, want ik betaal het. Etcetera, etcetera. Ongelooflijk. En als mensen zich daarmee gaan verbinden en denken van, hey, hij is mijn voorbeeld, hij heeft gelijk. En die gaan hun vriendin of moeder of weet ik veel wie ook zo zien, dat is fout de boel. Oké, zijn alle Andrew Tate supporters nou vrouwenhaters? Nee. De meeste jongeren die wij spraken, die volgen hem om een andere reden. Bijvoorbeeld omdat hij ze inspireerde op moeilijke momenten. Of ze nemen hem niet serieus en zien hem als een grote grap.
Ja, maar een deel van de jongeren neemt hem wel degelijk serieus. Een klein deel is het zelfs eens met zijn uitspraken over verkrachting en geweld tegen vrouwen. En daar maken experts zich wel echt zorgen om, want ja, dat is natuurlijk gewoon strafbaar, onder welke omstandigheden dan ook. Ja. Vond je er nou een interessant onderzoek en heb jij nog iemand in gedachten die wij onder de loep kunnen nemen? Ja, drop het dan in de comments en vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende, doei!